Welkom live vanuit het Food Forum op het Floriade-terrein in Almere. Is dit Ondernemers van Eigen Zeebodem? De eerste uitzending, een primeur. Leuk dat je kijkt. Wie zijn de mensen achter de ondernemers hier? Wie ondernemen er op de zeebodem? En hoe zien zij de toekomst van voedsel en van hun eigen bedrijf? Daar gaan we het vanavond over hebben met de familie van Tilburg. Twee generaties hier vanavond aan tafel. En jij thuis kan meepraten en dat doe je in de chat. Dan verklein je de uitzending en dan staat rechts in beeld de chat. Dus laat weten dat je er bent, welke verhalen je zelf hebt, welke vragen je hebt. En dan leg ik ze heel graag hier aan tafel voor. Bijvoorbeeld aan Gert-Jan. Goedenavond. Goedenavond. Gert-Jan, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk voor de uitnodiging. Dit is niet je dagelijkse bezigheid, denk ik zo, hè? Sterker nog, dit is voor mij de eerste keer zo in dit medium zo mijn verhaal te doen. Maar ja, ik werd benaderd door jullie en daar werk ik graag aan mee. Leuk. Wat dacht je toen je benaderd werd? Oh jee. Oh jee. Wat nu? Wat was je oh jee dan? Nou, van of ik... Ik spring niet heel graag of heel gauw, zeg maar, op de voorgrond. En ik ben vaak ben ik ook gaar die, zeg maar, op de achtergrond blijft en daarover dingen meepraat. En om meteen op de voorgrond te gaan staan, om daar mijn mening en ja, wat ik ervan vind zo te verkondigen, dat doe ik niet direct, zeg maar. Dus ik ben altijd wel vrij open in mijn mening. Maar dat is dan meer het koffietafelgesprek. En dat was eigenlijk ook zoals dit werd voorgesteld. We gaan hier een koffietafelgesprek doen met water. Met water. Ja. We gaan het vanavond hebben over hoe jij als verkeerskundig ingenieur eigenlijk je carrière aan de wilg hebt gehangen. Hoe je boer bent geworden. Hoe je op de zolderkamer bij je ouders belandde. Hoe dat allemaal is gegaan. Dat willen we allemaal horen. Je bent nu even weg van het land. Ja. Aardappels, wortels. Waar zijn jullie druk mee op dit moment? Momenteel zijn wij druk ook op het wachten van regen. Aha. Nee, en eigenlijk de selectie van pootgoed, dat loopt nu ten einde. Dat is, zeg maar, de virusplanten en de zieke planten uit het uitgangsmateriaal voor volgend jaar te halen. Ook virussen spelen bij jullie een grote rol natuurlijk. Ja, dat is inherent aan pootgoedteelt. Ja. En de tarweoogst die staat zo in de startblokken. En het is onkruidtijd, begreep ik. Onkruidtijd, ja. Dus de neefjes zijn weer druk aan het werken op het land met de hak. Om het onkruid te verwijderen uit de uienvelden en de bietenvelden. En wat voor sfeer geeft dat, onkruidtijd? Onkruidtijd, ja. Ik moet zeggen dat het dit jaar relatief meevalt met de onkruiddruk voor ons. Dat is, zeg maar, de bespuitingen zijn redelijk goed gelukt, dus de druk is laag. En dan is het nu, zeg maar, wel de laatste onkruidjes verwijderen. Mijn neefje zal vast zeggen dat hij daar niet mee eens is. Dat hij toch het zweet op de kop had vandaag. Maar dat is ook goed voor hem. En dan schuift dat een beetje, onkruidwieden? Dat hij vindt van wel, hoop ik. Meestal de landbouw is wel goed betaald. En als ze goed hun werk doen, dan krijgen ze daar ook goed voor betaald. In euro's en niet in aardappels. Ik ben van alle, als ze aardappels willen, mogen ze ook aardappels hebben. Je hebt twee zoons, Chris en Stijn. Ja. En Chris houdt van kluitjes rapen. Ja, die begint, zeg maar, in als het in januari vriest en sneeuwt, dan zegt hij al van, kunnen we alweer kluitjes rapen? Ik zeg, Chris, we moeten eerst nog even aardappels poten. Dan rooien, dus het duurt nog heel erg lang. Maar dat is zijn grootste hobby altijd in het oogstseizoen, om mee te helpen met de oogst. En dan, zeg maar, aan de band te staan met de familie om kluitjes te rapen. Ah, en wat maakt dat voor jou mooi, als Chris daar zo vol van is? Ja, dat is wel een vorm van trotsheid, zeg maar, dat altijd. Wij zijn een familiebedrijf. Mm-hmm. En oogsttijd is toch altijd de kroon op, zeg maar, het hele jaar werk. En dan is het leuk als ook heel de familie daarvan geniet. En natuurlijk is het als vader helemaal leuk als je zoon daar ook helemaal blij, zeg maar, ook in het werk van jou, zeg maar, zit op te volgen. Want we steven af op die kroon, hè? Nog een maand of twee, zei je, en dan wordt er geoogst. Ja, nou, de tarweoogst gaat al wat eerder. Ja. Welke rituelen horen daarbij bij dat kroonmoment? Welke rituelen? Daar hebben we niet echt hele specifieke rituelen of zo, dat we een lintje doorknippen. Nee. Of wat. Dat of is een bepaald eigenlijk, eten of drinken wat er eigenlijk, dan op tafel komt. Het ritueel begint eigenlijk met de tarweoogst. Mm-hmm. En dat is, zeg maar, een altijd mooi weer, want dat is inherent aan de oogst van tarwe, omdat je daar droog weer bij nodig hebt. Ja. En binnen de familie komen eigenlijk mijn broers en mijn zus altijd wel even kijken. En dat is ook een beetje van oudsher het familiebedrijf, dat granen toch altijd wel een grote rol hebben gespeeld in ons bedrijf. Mm.
Dus ja, met de oogst komt eigenlijk iedereen altijd wel kijken. Het is een familiemoment. Iedereen komt zeg maar ook koffie drinken en helpt een handje mee. En neefjes die leren trekkerijen, die het land gaan losmaken en noem maar op. Ja, ik zie de ogen glimmen als je het vertelt. Jessica, dat is je vrouw al heel lang. Ja. Wat zou zij over jou zeggen? Hoe zou ze je omschrijven? Goh, dat is een goeie. Bevlogen, misschien. Bevlogen? Ja. Waarin? Zeg maar hetgene wat ik doe en wat mij drijft, zeg maar, binnen het gebeuren. Kan misschien ook wat kort voor de kop zijn, maar dat is dan meer het negatieve. Kort voor de kop, doe ze een voorbeeld. Nou, als ik zeg maar mijn plan heb staan hoe dingen moeten gebeuren. Kijk, mijn moeder heeft wel een mooi begrip over het leven op een boerderij. Dat is een soort van gebonden vrijheid. Je hebt heel veel vrijheid binnen het werk. Ja. Alleen er zijn wel dingen die gedaan moeten worden. En dan ben jij soms kort voor de kop. En dan ben ik kort voor de kop, want dit moet nu gebeuren. En dat je ergens anders nog heen wil, maar ja, helaas, het werk gaat even voor. Is dat kort voor de kop en bevlogen? Is dat met elkaar verbonden? Ja, mag jij invullen. En wat voor man ben je als echtgenoot? Ik hoor je vader al een beetje lachen. Ja, dat is altijd. Hoe ben ik als vader? Nee, als echtgenoot. Als echtgenoot, lief. Lief? Lief. Ah. Denk het wel. En waarom is Jessica jouw vrouw? Ook lief. En goh, deze kant had ik even niet zo aanzien komen dat we helemaal deze kant. Kijk, Jessica is zeg maar mijn. Iedereen heeft wel een vorm van onzekerheid. En Jessica kan me zeg maar dan die kant wel naar bijna naar boven halen. Mm. Om zeg maar mij daarin de zekerheid te geven wat ik dan nodig heb. En ook in veel dingen mijn klankbord. Van alles wat ik doe, zeg maar, als ik de vragen heb. En voor de rest is zij gewoon altijd lief voor mij geweest en ook lief voor de kinderen en ontzettend sociaal en ook zeg maar op sommige vlakken laat ik soms ook wel door mijn bevlogenheid zeg maar op sociaal vlak wat dingen vallen. Ja. En is wel altijd Jessica die mij, Gert-Jan, even nu niet. Even nu niet, ja, of even maar die of dat die bellen. Misschien de vrouwelijkheid erin. Ja. Hey, wat is er zo mooi aan boer zijn? Het ondernemerschap. En dat is eigenlijk en de vrijheid, zeg maar, en het iets in de grond stoppen wat groeit, wat je verzorgt en wat je gewoon zelf helemaal hebt gemaakt of heeft laten groeien. Ja. En dat vermarkten. En dat geeft plezier. Dat je gewoon iets van A tot Z helemaal zo kan wegzetten. Je gebruikt het woord vermarkten, je gebruikt ondernemerschap. Nou, dat was wel een van de argumenten voor mij om destijds de boerderij over te nemen, het ondernemerschap. Want waar was dat moment dat je dacht, want je was gedetacheerd bij Rijkswaterstaat, je was verkeerskundige ingenieur, ja. Heel ander leven kan ik me zo voorstellen. Ja. Wat was het moment waarop je dacht, oh maar dit was niet de goede keus, ik moet iets anders gaan doen? Ik heb een heel andere opleiding gedaan en ik heb altijd een sterke drang gehad, altijd naar de boerderij. Ik was altijd in de weekenden thuis, ik hielp altijd overal mee. Ja. En tegelijkertijd heb ik me ook altijd verzet tegen de boerderij. Van iedereen van, jij gaat toch landbouwschool doen, jij gaat naar Dronten toe. Het was allemaal voor je bedacht. Het was allemaal en ik ging daar altijd tegenin van, ja, dat is niks voor mij, ik ga wat anders doen. En op een gegeven moment ging ik naar Leeuwarden, naar de HTS. En ik ging daar de techniek in, want dat vond ik leuk, techniek. Ja. En zo ging het eigenlijk steeds meer verder. En eigenlijk kwam dat ook automatisch op mijn pad verkeerskunde. En mijn studie bij Goud op Koffie en Konk afronden, daar werd mij meteen een baan aangeboden. Het ging je voor de wind in het pad van het verzetten? Daar ging me, ja, dus ja. Dat ging helemaal automatisch. En op een gegeven moment woonden wij in Den Haag en we hadden het allemaal goed voor elkaar. We gingen op vakantie naar Nieuw-Zeeland. En ik had zo, ja, is dit het nu eigenlijk? Er waren wat strubbelingen bij mij bij een Rijkswaterstaat, waar ik het toch een beetje, het heilige huisje Rijkswaterstaat in de hiërarchie daar binnen het bedrijf, waar ik toch een andere ideeën over had. En ik had eigenlijk, ik wou veel meer doen daar. En dat werd toch een beetje met gebonden. Ik zei, ja, ik zoek meer vrijheid in mijn doen en laten. Je zocht meer vrijheid. En toen kwam dat idee, ik teruggaan. Nou, toen moest ik heel erg wel even onderzoeken, zeg maar, is dat omdat het een familiebedrijf is,
En van, is het een onderbuikgevoel, een sentiment? Of is het echt iets wat ik wil? Dus en je toen, was dat aan het onderzoeken? Dus wat bedacht je? Dus ik ga dat, ik neem ontslag. Ik ga, wij waren toen ook dat jaar getrouwd. Ja. Ik ga weer terug naar de zolderkamer in band. De zolderkamer. De zolderkamer. Hoe ziet die zolderkamer in band eruit? Dat was een, gewoon een grote zolderkamer met een houten schrootjes aan het plafond. En er waren nog oude jeugdposters van vroeger aan de muur. En ja, er was niet zo heel veel veranderd. En daar zat je dan en in alles achter... waar je eigenlijk tegen verzet had? Nou, dat viel eigenlijk wel... Nee, zo moet je dat niet zien. Het was meer, zeg maar, ik had daar een computer en een hoop documentaties. En ik ging daarop los, zeg maar, van joh... Als ik het dan hierover neem, wat wil ik dan onderzoeken? Ik zei, wil ik dit echt? Mm-hmm. Of is dat echt het onderbuikgevoel? Dus ik ging gesprekken aan met onze werknemer van toen. Mm-hmm. Met de buurman, met mijn ouders, met de boeken. Allemaal tal van mensen van, wat houdt het in als ik dit ga doen? Dus toen hebben we eigenlijk gewoon, ja, ook met mijn vader die er heel erg open in was. Van, we gaan een jaar gewoon proberen. Is het wat of niet? Draai me mee. Mijn vader had erg veel functies ook buiten de deur, dus ik had erg veel vrijheid binnen het bedrijf om die al door te voeren. Dus je bent eigenlijk een jaar een snuffelstage gaan doen, ja, in het eigen bedrijf. In het eigen bedrijf en daar een plan mee vormen, zeg maar, hoe ik het naar mijn hand kon zetten. En wanneer was het moment dat je dacht, ja, dit ga ik doen? Nou, dat was eigenlijk al binnen een paar weken. Waarom? Ja, dat beviel zo goed, die vrijheid en alles. Je op een gegeven moment heb je... binnen Rijkswaterstaat was ik altijd gewoon een hoop telefoons, een hoop overleggen, een hoop stress, net in pak, ja. En noem alles maar op. En ik zei, ja, dat was ik niet. Ik wilde gewoon bij wijze van mijn handen vies maken, korte broek en met de voeten, en met de voeten in de klei. Ik zeg wel eens gekscherend van, je kan de jongen wel uit de polder halen, maar de polder niet uit de jongen. Hij zat er dus toch. Het zat er gewoon in. En heel veel mensen uit mijn omgeving die hadden eigenlijk van, joh, zit jij nou in Den Haag? Ik dacht dat jij eigenlijk inmiddels al lang op de boerderij zou zitten. Ja. Iedereen had het gezien. Alleen jij zelf misschien nog niet. Alleen ik zag het nog niet. En schijnbaar moet je daar toch een keer. Ja, en omdat waar is nou echt het pure kantelpunt? Ja, dat is meer een glijdende proces geweest. En ik moest op een gegeven moment voor mezelf echt van, wat geeft mijn ouders werden ook ouder. En of ouder, zeg ik verkeerd, maar. Er komt een keer een moment, zeg maar, neem je dan een familiebedrijf wat financieel best wel impact hebt. Ja. Ga je daar nog instappen? Of laat je hem gaan? Of laat je het gaan. En ik zat, zeg maar, ja, misschien is het ook een soort dertigers blues. Want ik was toen 30. Hoe gelukkig ben je nu vergeleken met je tijd als... Oh, ja, het is 13, 14 jaar geleden. Het is een hele andere tijd. Welk cijfer geef je geluk op dit moment? Kijk, geluk moet je maken. Ik ben nu gelukkig. En ik was toen op dat moment waar ik werkte, was ik ook gelukkig. Ja. Alleen, ik had nog een hoop onzekerheid van welk pad wil ik bewandelen. Ik kan niet zeggen dat ik toen ongelukkig was. Nee. Dat is te kort door de bocht. Maar hier zit een gelukkig man. Hier zit een gelukkig zullen man. Zullen we die stagebegeleider, die vader, zullen we hem er eens bij halen? Helemaal prima. Ja, want daar komt Gerard. Welkom Gerard. Ja, dankjewel. Je bent het echt, hè? Ik ben het echt. Ja, ja. Ja, je hebt ook een tweelingbroer, daar heb ik net alles over gehoord, maar jij bent het echt. Ja, je zei tegen mij... Ja, dus we weten het niet zeker. Je zult het nooit weten. Nee, ik zal het nooit weten. Je zei, alleen mijn tweelingbroer en ik kozen de goede richting in het leven. De goede richting is wel heel, ja, dat is wel heel bijzonder als je het zo uitspreekt en daarover nadenkt. Maar het is eigenlijk de meest uitgebreide richting, zeg ik wel eens. En ik vind het mooi, ik het gesprek net ook hoor, van het is een richting, de landbouw, die zo breed is en waar je zoveel talent in kwijt kunt, in alle vormen. Nou zullen er mensen zijn en die denken, ja, maar je stopt inderdaad iets in de grond, dat groeit, je haalt het eruit. Welke talenten kun je gebruiken? Nou, dat is juist het hele bijzondere. Je kunt op een gegeven moment, is de landbouw is niet alleen de teelt op zich, maar is de mechanisatie. Is de hele automatisering die er nu bij komt. Mm-hmm. Maar ook de filosofie, het accepteren van dat je afhankelijk bent van het weer. Mm-hmm. Moet je ook tegen kunnen. Dus wat mijn zoon wel eens heeft, met zijn kort lontje noem ik het dan bij hem. Jee, voor de dan, kop, hoe noemde je het zelf? Kort voor de kop, kort voor de kop, kort lontje. Nou, kort we hebben lontje. Je helemaal geframed. Precies, ja. Dus dat moet je accepteren dat er gewoon sommige dingen niet te plannen zijn.
He, want uit de oude vak van hem, dan kon je alles plannen. Ja, maar dan kan je ook wel een beetje in de leeftijd... Is dat een generatieding? Ja, misschien dat, de kort voor de kop. En in het verleden hebben dat we ook wel uit mijn jeugd wel eens ervaren met... andersom. Dus dat zal een soort van herkenbaarheid. Ja. Ook pa kan wel eens kort voor de kop zijn. Dat is altijd mooi, hè? Vader en zoon spiegelen. Ja, 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 ja. Maar het niet kunnen plannen en dan roepen van joh, het eind van de week doen we dit. En denk altijd, oh. Maar hoe moet je er dan mee omgaan met het niet kunnen plannen, zoiets als het weer? Je moet je mentaal weerbaar maken. Je moet je weerbaar maken mentaal tegen het weer? Tegen het weer, dus dat dingen anders kunnen gaan. Maar dat geldt ook. Je hoeft niet meteen zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Mm-hmm. En dat moet je accepteren. En dat is iets wat je kan eigen maken, zeg je dat? Je moet die dingen druk mee zijn waar je invloed op hebt. Mm-hmm. En waar je geen invloed op hebt, die moet je accepteren. En dat is voor een boer best wel ingewikkeld. Want de boerenbedrijven zijn ook grote fabrieken, alleen zonder dak. En daar ligt best een heel grote uitdaging af en toe. Het is heel wat nu in Limburg gebeurt, is natuurlijk dramatisch. Ja, absoluut. Ja. En hoe je daar weerbaar, dat is een hele lastige, zeg maar. Daar zien boeren gewoon hun complete oogst wegspoelen. Wat zou er gebeuren als je het weer kon programmeren, Gert-Jan? Kon programmeren? Ja. Nou, dat zou in deze periode elke dag 5-8 millimeter. Wat zou het opleveren als het kon? Heel veel, ja, nu zeg ik iets... Want dan krijg je een gigantische groeiexplosie van alle gewassen. En dat kan markttechnisch ook nog wel eens minder interessant zijn. Ah, ja, ja. Dus eigenlijk geen ramp is een ramp. Ik denk dat je oorlog krijgt. Waarom? Dat is wel, omdat de verschillen zo groot zijn in wat de mensen graag willen. Dus als je het weer kon programmeren, ja. Op welke schaal denk je dan? Geen idee. Ik was benieuwd wat het doet met je als boer, als je het zou kunnen. Nee, ik denk dat is utopie natuurlijk, dat je zegt... Dat het zo lokaal op vierkante meter kunnen regelen. Ja. Dan moet je aan kassen gaan denken. Dan krijg je dus de boerderij met een dak. Ja, precies. Ja, Gauw je dat niet hebt, dan denk ik, als we het weer zouden kunnen programmeren. En misschien komt ooit wel een tijd. Ja, met klimaatverandering zou het heel handig zijn dat we het zouden kunnen. Mm-hmm. Misschien komt er een tijd. Ik denk dat we dan echt nog veel meer oorlog krijgen. Ja, want de een die wil het weer heel mooi. En de ander zegt, ik heb regen nodig. Ja. 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 Laten we eens even teruggaan naar de oorsprong. Want twee generaties hier aan tafel. Hoe is het begonnen met die boerderij, Gerard? Wij zitten op de boerderij dus van mijn schoonouders. De boerderij waar mijn vrouw is opgegroeid. Dus we zitten eigenlijk al in de derde generatie. Ja, de derde generatie. Dus wat ik al mooi vind als hij zegt over de vierde generatie staat al aan de band kluitjes te rapen. En dat vind ik echt mooi. Ja. Het is ooit begonnen. Mijn schoonvader is vanuit de Wieringermeer eigenlijk in de oorlog. Werkt hij daar bij de voorlichtingsdienst. Is dat hem? In de boot. Hier op de boot? Ja, ja. Dat is mijn schoonvader. Ja. En dus in de parallel, ik kom zelf uit een gezin waar mijn vader in de oorlog is ondergedoken in de mm-hmm. polder. Ook als pionier aan het werk is gegaan. Mijn schoonvader heeft duidelijk ingeschreven ook in de Roospol om een boerderij te krijgen. Was mm-hmm. toch zijn grote droom uit Groningen vandaan. Een eigen boerderij heeft hij ook gekregen. En toen met drie dochters was er toch, de opvolging was toen echt nog altijd in de mannelijke lijn. Het zou nu anders zijn hoor. Ja. Ja. En toen was mijn tweelingbroer, die was al eigenlijk thuis wel gefocust om dat te gaan doen. Ik denk, nou dan ga ik of emigreren of ik ga weg. En ik wilde wel echt bij de wereld eigenlijk wel in. Maar goed, dus eigenlijk net als Gert-Jan, ja, toch liever niet die boerderij eerst. Ja, ik heb begrepen dat je eigenlijk naar Frankrijk zou gaan. Oh, ja. Ik heb mijn vader had het al trouwens, maar ik heb overal aan nagedacht. Maar goed, dan krijg je zo'n... Maar je kwam op de boerderij terecht. Maar toen zat je toch nog wel ergens met minder vrijheid als hij nu gehad heeft. Mm. Toen was het toch wel heel snel, mijn schoonvader was ook ouder. Dus die geest was ook heel snel, ik zei nou, het was een mooie boerderij, dus nou, we gaan dat doen. Ja. En mijn vrouw die zat richting onderwijs, en toen was je nog de periode, of tijdsgevricht moet ik zeggen. Dat onderwijsgezin dat zo gauw je zwanger werd, moest je stoppen. Ja, en dan was je op de boerderij. En ze zat wel op de boerderij, maar mijn vrouw zegt uitstekend toen. Die was ook wel een cijferdame, zeg ik dan even oneerbiedig. Dus die deed gelijk de hele administratie. Ja, dat was haar rol op de boerderij, kan ik ja, het zo helemaal, zeggen? Helemaal, en nog steeds. Nog steeds. Ja. Oh, nog steeds. Ja. Ze maken er nog steeds gebruik van. En, dus, en dankbaar. Cybri is goed met de cijfers. Ja. Cybri, ja. Dus ja. Die houdt, en heel punctueel. Ja. Dus in die geest, dus wij namen het bedrijf over van mijn schoonouders al vrij snel. Mm-hmm. En toen kwam ik zelf ook meteen voor de uitdaging van het ondernemerschap. Wat je eigenlijk al een beetje met de paplepel hebt
ingekregen. Dus dat je heel snel voor jezelf ontdekt in hoeverre functioneer ik in een hiërarchie. En dan blijkt ook wel dat je er zelf dan schijnbaar toch een hele dominante man bent, meer dan je jezelf wil horen. Je hebt jezelf hoog in de hiërarchie geplaatst. Boom, ik ja. denk, en ja. Dat jij is... moet daar meteen om lachen. Is een hiërarchische man die vader van je? Een hiërarchische man. Nou, het was vroeger was het wel duidelijk hoe de lagers verdeeld werden. Ja, precies. Ja. Het was vroeger van, wij eten allemaal uit dezelfde ruif. Dus het is ook gewoon op zaterdagochtend meewerken. Iedereen moet aan de bak. Ja. Maar goed, even op jouw vraag ook van, zo hebben we het overgenomen en zo is het doorgelopen. En we hebben toen heel langzaam ook de boerderij van een Gronings bouwplan omgebouwd naar meer handelsgewassen. Ja. En daar ben je trots op. En daar heb je wat mee, hè? Trots vind ik altijd een heel zwaar woord. Wat heb je met de gewassen? Daar kan ik helemaal van genieten. Ja? Gewassen zijn, je kinderen geniet je van. Maar als je op een gegeven moment, en dat is ook weer het mooie, dat je op het moment ook moet genieten als je er genieten van kunt. Want een hagelbui, een ziekte, als je nu even, ik schrok van gisteren in het journaal, dat ik die boer bij Dinteloord zag, die in zijn aardappelveld liep. Ja. En allemaal Phytophthora, biologische boer. En dan denk ik gelijk van, jee, dat was de situatie die je ooit in Ierland hebt gehad. Grote hongersnood. En die is nu hier. En nou ineens hebben we ook die Phytophthora op zo'n grote schaal hier. Ja. En dan kan ik me voorstellen, die man die legde het nog wel positief uit, maar dan bloedt je hart. Want zo wil je, je hebt daar niet je best voor gedaan om een gewas te zien verpieteren. Nee. Om wat voor reden ook. En dan het moment van die kroon is... Dus daar geniet ik van. En, ja. Ja, dan is oogsten straks, waar je nu in aankomt, is op zich het mooiste wat er is. We gaan eens even kijken naar de afgelopen 10 jaar. Ja. Wat vond je een belangrijk moment, Gert-Jan? De afgelopen 10 jaar is eigenlijk, zeker een belangrijk moment is, dat is het samengaan van de combinatie Rozen van Tilburg over in Maatschap Rozen van Tilburg. Want waarom was dat belangrijk? Kijk, hoe in 2009 ben ik thuis in de Maatschap gestapt. Mm-hmm. En zijn we langzaam ook samen gaan werken met een buurman. En dat begon eerst in de teelt van potaardappelen. En dat langzaam bouwden wij dat steeds verder uit met ook de machines en de diesel en alles ging Het samen groot gemaakt. En we gingen eigenlijk onze bedrijven steeds verder samenvoegen. Mm-hmm. Op een gegeven moment ging ik naar Peter toe. Ik zei, wij doen eigenlijk nu ons best om niet samen te zijn. Ah. We zitten eigenlijk zoveel aan het rekenen en wij komen eigenlijk ook geen stap verder. Want we zijn eigenlijk alleen maar met elkaar aan het verrekenen wat we voor elkaar doen. Ik zei, en hij was daar ook over eens, laten we gewoon een nieuwe maatschap oprichten. Dus echt één portemonnee. En dat is de maatschap Rozen van Tilburg. Nou, vrij snel kwam daar ook de aankoop nog van een andere kavel erbij en verdere stappen doen. Gert-Jan ging hard. Wat vond je ervan? Nou, dan durf ik wel het woord trots te gebruiken. Om dan op een gegeven moment ook die dingen te doen die eigenlijk dan ook in de lijn liggen met schaalvergroting, efficiëntieslagen, maar ook... De investeringen die dermate hoog zijn ook rendabel kunnen maken. Dat is alleen maar als je dit soort stappen durft te zetten. Dus een stukje van je eigen autonomie opgeven is daarin ook weer een leerproces. He, want het is niks makkelijker dan alleen maar, zoals wij vroeger begonnen, het meeste werk was handwerk. Ja. Dus je moest alleen maar mensen inhuren. Maar nu is alles gemechaniseerd en nu zie je ineens dat je andere piketten moet zetten. En dat is onder andere samenwerken. En dat geeft ook weer in financiële zin slagkracht. Mm-hmm. Maar het geeft ook weer een zekerheid voor je bedrijfsvoering. En daar ben ik best trots op hun als ik dat zie. Hoe ze samen ook, ondanks dat ze ieder heel erg verantwoordelijk zijn voor toch een gezamenlijk bedrijf voeren. Waarbij de een ook zeggen, joh, ik val even uit en alles draait gewoon door. Ah. Hoe belangrijk is het voor jou dat je vader trots is? Dat is altijd een fijn gevoel, in de steun die ik altijd van mijn vader heb en zeker de vrijheid. Ja. Die ik wat feitelijk speel ik ook in, of speelde ik ook met hun portemonnee. Ja. Zeker toen ik daar net mee begon. En met alle ideeën die ik had tot de bouw van heel de nieuwe schuur en alles afbreken wat we hadden. Het was de gedrevenheid die Jessica noemde, die werd zichtbaar. Dus en dat ik gewoon super blij dat ik die vrijheid allemaal heb gekregen. Want dat vind ik ook wel belangrijk, denk ik. Dat je ook wat je zelf al aangaf, ook de support van jouw eigen broers en zusjes had. Ja. Want die zijn ook allemaal ondernemer geworden. Ja.
in heel andere branches allemaal. Alleen, ja, mijn dochter is de enige die nog eens jaloers kijkt, maar die zit helemaal in het onderwijs. En die zit in het directieteam bij een grote ROC, maar die kijkt toch wel met heel veel trots naar de broertje, even wat ze dan zegt, ja, die de boerderij voortzet. En kijk, die geest was er wel ook heel lang over nagedacht toen wij op een gegeven moment even helemaal hier vooruitlopend weer even, in de geschiedenis dan een heel stukje, toen daar eigenlijk iedereen het huis uit was en wij zeiden, we hebben geen opvolger. En daar kwam die. Hij was terug. Met een ommezwaai. Nou, wij toen mevrouw en ik samen zeiden, wij verkopen de boerderij niet. Hmm. Want er zal er misschien wel een volgende generatie komen. Je weet het nooit. Ja. En boerderijen zeggen, ja, het gebeurt veel op het moment, maar die kunnen we in één keer verkopen. En dan, je moet het goede moment kiezen als nee, je doet. Nou, maar dat of heeft, niet doen. Niet doen. Nee. Nee, maar dat heeft ook best wel een, tenminste voor mij wel een, in het begin zeker wel een soort verantwoordelijkheid, een druk. Ja. Van, je speelt toch met het familiekapitaal. Want, en maar je bent er wel mee aan de slag gegaan. Dat had je ook kunnen verstikken. Ja, nee, dat moest ik eerst wel even een beetje aftasten, zeg maar, van ja, oké, wat nou daadwerkelijk echt de waarde was en wat de risico's. En dan ben ik toch wel, dan weeg ik dat allemaal, die risico's ja, wel af. Tot ik vind, dit is echt de goede weg. En zo kunnen we het ook gewoon behouden. En ook nog weer toekomstbestendig maken. Daar zit die ondernemer. We gaan eens even naar de uitdagingen van deze dag. Ja. Het is 2021. Ja. Hoe is het imago van de boer? Nou, die ligt wel een beetje onder een vergrootglas. Ja. En dat is op zich niet erg. Dat iedereen daar een mening over heeft. Alleen, en wie is iedereen? De maatschappij. Mm-hmm. Van, de burger. De burger. Van de consument. Burger, consument, mooie discussie. Zijn er twee werelden? Als ik boer hoor praten, gaat het heel vaak over boer en burger. Ervaren jullie dat zo? Boer en burgerbeweging, nee, maar. Ja, dus er ook nog geen. Waar we het per se over hebben. Boer en burger. Nee, ik bedoel, het feit dat iedereen. Ik zeg, het is met name. Het komt ook door de media, alles is transparanter geworden, alles komt steeds meer in beeld. Vroeger was toch de boerderij. Ja. Toen er nog geen televisie was, zag je het helemaal niet. Nee. Ja, je kwam het voedsel ging je halen. En nu is natuurlijk alles komt de eter in. En daarbij heb je dan ook het feit dat iedereen zich ook heel makkelijk een mening gaat vormen. En dat gaat ook steeds sneller. Plus het feit dat natuurlijk de hele omwenteling. Wij hebben het nog meegemaakt dat je eigenlijk alles handwerk was. Ja. Nou, en toen kwam eigenlijk de chemie, want de productie moest omhoog. We hebben allemaal meegemaakt van na de oorlog, je was nooit geen honger meer. Ja, maar het verschil is van hoe vroeger zeg maar, akkerbouw werd bedreven, rond de oorlog, het enige belangrijke was dat er voedsel kwam. Ja. Hoe het geproduceerd was eigenlijk niet relevant, het moest gewoon voedsel geproduceerd worden. En wat is het grote verschil met nu? En de invloedssfeer die de maatschappij had op een boerderij was heel gering. Ja. Dat waren eigenlijk allemaal gewoon eilandjes die gewoon hun ding deden. Ja. Nu heb je allemaal GMO's, allemaal iets vinden van wat ik doe. Jij zegt het vergrootglas ligt nu op het hoe. Ja. Ja. En waar zitten de pijnpunten voor jullie? Als jullie zeggen, nou, iedereen heeft nu een mening, de hele maatschappij legt een vergrootglas op ons. Ik vind dat iedereen wat vind ik prima gewoon. Mm-hmm. Alleen momenteel regeert een beetje de onderbuik. En wat zegt de onderbuik? Het wordt ook een soort van zwart-wit discussie. En het moet natuurvriendelijker. En eigenlijk van het woord chemie is ineens een heel vies woord. Terwijl, wat is het voor jou? Voor mij, chemie is eigenlijk alles om ons heen is chemie. Hmm. Van de lucht die wij inademen tot alles is chemie. En zijn wel, wat is toxic en wat is niet toxic? Dat is net de dosis waarin het in waar het uit bestaat. Ja. Dus ja, het is welke verhouding. De nuancering in het gesprek, maar daar kan je over heel veel gesprekken hebben, die is een beetje zoek geraakt. Wat zou je graag willen waar het gesprek over ging? Over eerlijk voedsel. Mm-hmm. En hoogwaardig voedsel. En ook zeg maar, hoe blijven wij de wereld voeden? Gerard, wat denk jij daarbij? Ja, nee, dat is het denk ik. Ik heb ooit wel eens in het verleden geroepen van, dat wordt heel makkelijk vergeten. Als de mensheid op de wereld komt, dan heb je het begin de vloedvrouw nodig. Mm-hmm. Als je op het eind doodgaat, een doodgraver. Tussendoor misschien een paar keer een rechter of een dominee of een pastor, of een meidschelen of een dokter. Maar drie keer per dag een boer.
Voor het eten, voor het voedsel. Ja. En dat worden we vergeten wel, want het viel me van de week op. Zit ik even een programma te luisteren en denk ik van, hé, hoe kan het nou? Toen ging het, waar komt het voedsel vandaan? En een heleboel jongeren die hadden niet een pakje, petje stroopwafels zien. Weet u überhaupt wat erin? Nee, geen idee. We komen uit de winkel. Ja, maar er is een soort van vanzelfsprekendheid binnen de maatschappij. Dat voedsel komt uit de winkel. Word je niet gezien als boer? Als wij worden als voedselproducent minder gezien. Soms krijg je het gevoel dat wij zeg maar grondgebruiker zijn in Nederland die voor hele andere doeleinden beter gebruikt kunnen worden. Terwijl eigenlijk zoveel gebieden in Nederland, Haarlemmermeer, Wieringermeer, mm-hmm. Flevoland, allemaal ten behoeve van de voedselproducties zijn gecreëerd. Ja. Daar wordt door alle sectoren, stedenbouw, vliegveld, natuurontwikkeling, mm-hmm. allemaal steeds weer van afgesnoept. Ja. De hoeveelheid voedsel moet wel geproduceerd worden. Dus wij zijn effectiever en slimmer en beter geworden in het produceren van voedsel. Ja. Alleen, dat wordt niet begrepen. Dat gevoel heb je soms. Wat zou er voor nodig zijn om dat begrip wel te krijgen? Een goede maatschappelijke discussie, zeg maar, wat wij met Landbouw Nederland heen willen. Mm-hmm. En dat men ook weer bewust wordt, zeg maar, over, dan gaat het, zeg maar, de bereiding van voedsel. Mm-hmm. Dat voedsel niet vanzelf, goed voedsel is een vanzelfsprekendheid, alleen het wordt ook wel eens heel makkelijk over. Er wordt wel hard aan gewerkt. Ja, nee, ja. Maar van. Nee, plus het feit dat als wij in Nederland kijken, als je veel in het buitenland geweest bent, ja, dat mag ik dan zeggen, maar er is wel jaloers op onze universiteit die we hebben, de kennis die er is, zowel dus aan de onderwijskant, maar ook aan de telerskant. Mm-hmm. Dus wij hebben hier alle ingrediënten, als je het woord mag gebruiken, om optimaal voedsel te produceren. En dat zie je nu ook weer met, dat vond ik van de week even toen, dat je dat Vitofta-verhaal zag. In Wageningen hebben ze net met de WUR hebben ze een skilgen ontdekt om het apenblad gladder te maken, waarbij de Vitofta-schimmel niet hecht. Dus je hebt allerlei dingen waar ik van zeg van, politiek gaat niet op korte termijn, doordat iedereen in zijn eigen bubbel discussiëren is of het nou om de CO2 gaat. Iedereen die probeert ze gelijk te halen, mm-hmm. of dan de stedenbouwers zijn of de boeren. Iedereen moet. En ik mis een beetje het helikoptergebeuren van jongens, wat is werkelijk nodig en wat is niet nodig? En waar moeten we even de tijd voor nemen? En met name dat laatste. Waar is die tijd voor nodig? Innovatie. Nou, innovatie. Waar zou je de innovatie graag zien, Gert-Jan? Er zijn een hoop manieren om duurzaam voedsel te mm-hmm. produceren, alleen dat heeft tijd nodig. En waar is die tijd voor nodig dan? Van als wij daadwerkelijk in chemie nog verder terug moeten en die discussie, dan hebben wij innovatiemiddelen nodig mm-hmm. om zeg maar de huidige problemen die er zijn, die te kunnen tackelen. Mm-hmm. En daar noem precisielandbouw, noem betere monitoring of analysering van de gewassen, zeg maar, om de ziektebeelden. Dan kan ook gaan, dat is weer meer een Europees beleid, over genetische modificatie van gewassen om mm-hmm. die weerbaarder te maken. Ja, dat zijn wel allemaal nog ingangen die verkend moeten worden. Alleen, dat wordt nu, zeg maar, soms met een bothamer. Kortetermijn denken. Ja, en er wordt je. Soms ook het kind met het badwater weggegooid. Van ja, het zijn best goede ideeën. We hebben Hans van Bracht. Hans, dankjewel. Hans heeft een reactie. Hij zegt: er wordt veel gesproken over de korte keten. Leveren jullie ook via de korte keten aan particulieren of aan lokale supermarkten? Daar is Hans benieuwd naar. Nee, wij doen eigenlijk niet zo heel veel aan huisverkoop. Huisverkoop noem je dat? Huisverkoop. Gewoon, nee, korte, mensen bij jullie langskomen en zeggen, Jessica, doe mij. Wij zijn, veel gewassen zetten wij coöperatief af. Ja. Zoals ons hoofdteelt is pootaardappelen. Mm-hmm. En dat wordt allemaal coöperatief afgezet. En wat zou wij kunnen doen, bijvoorbeeld de uien en de wortelen? Ja. Die zouden wij in de korte keten kunnen mm-hmm. afzetten. Ja, daar ligt niet mijn core business. Dat wij telen een hoeveelheid uien en wortelen van 1000 ton wortelen, 1000 ton uien. Ja, je afzetmarkt is vele malen groter. Dat kan, maar dat zal voor ons dan hobbymatig zijn om dat te gaan doen. Maar ik heb helaas andere hobby's. Nee, dus er zitten ideeën bij jullie. Er zit ook wel wat pijn natuurlijk, hè, op hoe het imago van de boer op dit moment is. Alle issues die er spelen. Is pijn te groot?
Ja, pijn is te groot. Ja, nee, dat wil ik. Nee, ik wil niet in een slachtofferrol hier zitten, zeg maar. Dat is ik ben benieuwd naar de strijder in jullie. Waar zouden jullie zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen? Over het maatschappelijke debat wat gevoerd wordt, zeg maar. Mm-hmm. En er wordt met name ook in de discussie, zeg maar, met... Over duurzaam en wat is duurzaam. Ja. En dat is een hele, daar kan je heel mooi filosofisch daarover praten, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende ingangspunten daarvoor. Wat is nou echt duurzaam en wat is ethisch verantwoord? Ja. Met voedsel, zeg maar. Die vraag zou jij op tafel willen leggen? Die ligt op tafel. Mm-hmm. Want daar wordt nu al zeker vragen van met de huidige energietransitie over zonnepanelen op landbouwgrond. Is dat nou wel of niet ethisch verantwoord? Ja. Ja, die vragen liggen er. Ja. Blijven ze liggen of wat kunnen jullie daar als boeren aan bijdragen? Nou, wat zou je willen? Nou, even die energietransitie, die is natuurlijk helemaal een hele bijzondere discussie. Ik kan me er echt een beetje aan ergeren als ik ineens 10 hectare goede landbouwgrond met zonnepanelen zie. En ik denk, dat kan ook met 2 molens opgewekt worden. Je vindt dat er verkeerde keuzes worden gemaakt? Er worden echt verkeerde keuzes gemaakt. En dan denk ik van, iedereen zit in zijn bubbel. Je ziet ook in het land natuurlijk overal actiegroepen tegen windmolens. Terwijl die veel meer productie leveren als zonnepanelen. Je moet ook een combinatie zien. En ook daar is een soort versimpeling. En ik was van denken, wat ik net met waar komt voedsel vandaan? Dat iemand zegt, ik ben tegen zonnepanelen, ik ben tegen windenergie. En ik vraag, waar komt die stroom vandaan? Ja, uit stopcontact. Ja. En wat denk jij dan? Nou, daar hadden ze vroeger een term voor, dat was NIMBY, not in my backyard. Aha, ja. Iedereen, en met name het Westen is daar heel sterk in, om het even zo even scherp neer te zetten. Van, god, die willen van alles en het moet allemaal groener dan groen, maar niet in hun achtertuin. De eerste molens, wij hebben al een molen gebouwd in eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Puur, niet omdat, het was nog helemaal geen verdienmodel of zo, maar puur om uit toch wel idealisme je eigen energie op te wekken, die hoeveelheid. Mm-hmm. En ik ben toen in Noord-Holland geweest, dat heb ik nooit vergeten. Toen was in, zeg maar, was in 17 zoveel lagen de stukken in die tijd. En toen was men ook al tegen windmolens, maar stond er heel mooi onder. Vanwege den brode en den droge voeten werden de molens gebouwd. Ah, ja. En nu zitten we weer in zo'n energietransitietraject waarin ik van zeg van ja, jongens, je kunt het allemaal wel of niet mooi vinden. Maar we zullen met z'n allen wel wat moeten als we wel, en we hebben nu een aantal, dat is wel heel mooi nu ook, met zo'n stichting Urgenda erbij, die is Shell voor de rechter sleept, eerst de staat. En wij staan natuurlijk ook op het rijtje. Onze rechter, die wordt handhaver. En dat is best wel een hele bijzondere omstandigheid eigenlijk, maar dat gaat echt gebeuren. We zijn in een wereld waar problemen voor liggen, of laten we ze uitdagingen noemen. Ik kan alle kanten op gaan met zo'n gesprek. Maar ben je een natuurbeheerder ook, als boer? Ja, tuurlijk. De aarde hebben wij in bruikleen. Hm. Dus ook wij moeten verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het stukje aarde wat wij hebben. Daarbij zeg maar, zit ik ook op de lange termijn. Ik hoop dat ook ooit mijn kinderen de boerderij van een keer overnemen en daarop door kunnen gaan. Ja, ja. Dus het heeft ook iets te maken met zeg maar continuïteit om die, zeg maar, de grond daar vruchtbaar te houden en gezond. En noem het dan duurzaam telen of maakt mij niet uit. Nee. Ik denk gewoon in continuïteit en ik hoop dat ook in de toekomst mijn kinderen daar een boterham mee kunnen verdienen. Maar dat is ook het punt waar, ik vind dat wel mooi eigenlijk, en je hebt een heel ouderwets woord daarvoor, is rentmeesterschap. Ja. Ja. Dat is het enige. Dat is de moderne variant van het rentmeesterschap? Dat heb ik altijd heel hoog in het vaandel gehad. Dat rentmeesterschap heeft alles te maken met het feit dat je, het is natuurlijk wel vaak gebruikt ook, dat wij lener zijn van de grond. Ja. Wij huren het van de volgende generatie. En wat betekent dat als je lener bent? Als je verantwoordelijkheid mee omgaan. Mm-hmm. Verantwoordelijkheid. Ja, precies. En je moet het ook zeg maar kunnen doorgeven zoals je het gebruikt. Als we dan eens hardop denken over de toekomst, hè? Jullie boeren hier in Flevoland. Ja. En we zijn 15 jaar verder in de tijd. Ja. In het ideale geval, hoe ziet jouw leven, jouw werk er dan uit? Hoe ligt je land erbij? Ja, dan gaat er een stuk meer met de automatisering en met robots. En dat is een tendens die in is gezet en dat gaat gewoon nog door.
En van de gewasinspecties met drone of zeg het maar, dat gaat gewoon en dat is ook zeer interessant. En dat, daar loop je warm voor. Ja, daar lopen we zeker. Ook. Ja, nou, ja, wat ik mooi vind, er komt een foto in beeld met een regenboog. Ja. En, dat vind ik ook, en een windmolen. Precies, ja, de windmolen, maar de regenboog was me altijd iets dat je zo ziet, zeker als je nu over de boerderij staat, dat je altijd, dat is voor mij toch iets wat mij prikkelt, me zeggen, dan doen we toch de goede dingen en dan kunnen we toch iets doorgeven naar de toekomst ook. Waar ik hoop dat die regenboog met alle mooie kleuren, je kunt hem overal voor gebruiken. Nou, ik hoop dat de regenboog ook zeg maar opzij schuift en dat die eindigt bij mij midden op de boerderij. Ja. Aan het einde van de regenboog. En wat is er dan gebeurd aan het einde van goud. De regenboog? Ja, de pot met goud. Ja, en als die pot met goud komt, waar zet je hem voor in? Ja. Want je zegt, hè, de technologie gaat zich verder ontwikkelen, daar ben je blij mee. Ik ben het er niet mee eens. Nee? Nee, pot goud. Dat is toch altijd de mening, hè, vader? Ja. Pot goud werkt averechts. Ja? Haalt alle inspiratie weg. Ah, ja, je moet wel gedreven blijven. Je moet gewoon de regen mogen doen. Ik denk dat ik eerst nog ook wel een schuld aan Jessica moet oplossen. Zeg maar, noem maar wat klusjes in het huis die her en der moet gebeuren. In die ideale wereld, Gert-Jan, wat is de plek van boeren in de maatschappij? Nou, zeer centraal. Dat zal onherroepelijk, de voedsel, dat blijft centraal. Dus ook boeren blijven centraal. In die keten staan, zeg maar, van ja, of we moeten het allemaal uit de muur gaan trekken, maar de ingrediënten zullen toch ergens van het land moeten komen. En wat zijn dan de dingen die de maatschappij over de boeren zegt, waarvan je denkt, ja, dan is het goed gegaan, dan hebben we een mooie slag gemaakt met elkaar? Om te zeggen of nou een schouderklopje elke op de hoek van de straat nodig is, dat is ook weer niet waar, maar gewoon dat men wel ook op straat kan zeggen van hier in Nederland wordt gewoon kwalitatief, hoogwaardig en eerlijk voedsel geteeld. Mm-hmm. En er wordt nu heel gauw gezegd van joh, we exporteren te veel. Ja, dat is net hoe je de rekensommetjes uitrekent. Ja. Volgens mij zijn we nog steeds importerend. En Bas is benieuwd, even als je het hebt over de rekensommetjes, de big data, wat doe je daarmee nu en in de toekomst? Wij zijn volop al bezig met gewasanalyses. Alleen, wij doen dat nu al heel erg op grondonderzoeken. Mm-hmm. En zeg maar om de grond beter te maken en op daar zeg maar de meststoffen, maar ook qua ziektebestrijding met aaltjes en alles, om dat zeg maar gezond te houden. Nog de big data met ook mijn gewasonderzoek met bespuiting en met kunstmest. Ja. Daar zijn we aan het aftasten. Doen we op dit moment nog niet zo heel veel, maar we zijn wel bezig op aan het investeren met machines en zo die dat wel mogelijk maken. Wie weet, er is nu nog er is heel veel big data te verkrijgen. Mm-hmm. Alleen de implementatie daarvan in het dagelijks gebruik is nog een beetje een proefveld. Wie weet over 15 jaar. En ja. Wat ik zelf nog zit te denken, als je zegt naar de toekomst kijkend, en er komt ook dat je nu ouder wordt, en je hoort dan ook van de week de berichten dat de armoede weer toeneemt, maar ook nog steeds de honger ook wereldwijd. Mm-hmm. En dan denk als ik in de toekomst kijk, denk met de mogelijkheden die we in Nederland hebben, met de technieken, met de wetenschap, en als je het op de goede manier gebruikt, moeten wij het probleem niet hier weghalen en ergens anders neerleggen? Dat die neiging is er wel eens een beetje, maar dat we wel in staat zijn, dat hoop ik dan in de toekomst ooit, dat iedereen gewoon 3 keer per dag kan eten. Op de hele wereld, en ja. Niet alleen in Flevoland. Ja, maar ook wat ik ook wel belangrijk vind, voor een eerlijke prijs. En zeg maar, dat zeg maar de hele discussie die om het milieu, dat zeg maar dan iedereen daar ook voor de goede prijs voedsel kan kopen, zeg maar. Ja. En dan niet, zeg maar, op een gegeven moment daar ook een hele grote tweescheiding, wat nu bijvoorbeeld met de energietransitie ook, dat de onderkant van de maatschappij het niet ook meer kan betalen. Prijs, dus dat daarvoor, vind ik wel een belangrijk punt. Hillebrand, tot slot, die vraagt, waarmee kan de provincie Flevoland jullie het beste helpen om die mooie toekomst tegemoet te gaan met die regenboog? Om zich volledig, of zich heel goed bewust te zijn, dan praat ik even over de energietransitie ook, daar op dit moment ook mee durven vooruitlopen. Als ik nu praat over het waterstofgas gebeuren. Mm-hmm. We worden nu ingehaald, we hebben nu een beleid, wat eigenlijk een beetje toch wel, ondanks dat het nog maar 10 jaar is zowat, wat nu al eigenlijk achter de feiten aanloopt. Dus dat vind ik wel het hele mooie. Mm-hmm. Wij hebben over alle dingen in mijn tijd 10, 20 jaar mogen doen. Jullie, en het gaat ook voor jou, jullie krijgen voor alles maar een paar jaar de tijd. Ja. En dan word je weer achterhaald. Het woordje vroeger, zeg ik wel eens, dat was, als iemand over vroeger praat, dan dacht je al die 20, 30 jaar terug.
Als jullie over vroeger praten, is 2 jaar geleden. Ja, en daar moet de provincie op anticiperen. De provincie doet ook wel zeker met subsidiegelden en pottriegelden zeg maar heel goed werk. Gewoon om ook zeg maar, die innovatie zeg maar, te funden. En ook goed in gesprek te gaan met de telers. Ik heb ook regelmatig ook de provincie wel eens rondleiding mogen geven op het bedrijf. En om daarmee in gesprek te gaan. Dus die doen goed werk. Tot slot zegt Hans van Bracht nog dat er Hogeschool Ares een mooi project heeft rondom data voor boeren. Dus dat is nog een tip, maar wellicht ken je hem al. Nee, ik ken hem niet, maar die mag je meenemen. Je hebt 2 zoons. Ja. Gaan ze je opvolgen? Ze zijn 7 en 9. Dat besluit had ik op mijn 30ste genomen. Misschien gaan ze zich eerst heel lang verzetten. Ze hebben alle ruimte om dat ei uit te broeden. Bestaat de zolderkamer nog om op terug te komen? Dat is momenteel kantoor van mijn vrouw met de huidige corona thuiswerk. Maar voor mijn kleinkinderen zeg ik, ga voor je passie. En krijg die mogelijkheid van, vind ik, die moet je ze geven om dat uit te zoeken. En dan kan de weg best wel een beetje kronkelig zijn, dat maakt allemaal niet uit. Maar ga zoeken waar je passie ligt. We gaan kijken waar hun gedrevenheid ligt, Gert. Ja, kijk, ik denk altijd in oplossingen en in tegenslagen. En er is altijd zeg maar, het type met de molen, dat biedt weer perspectief voor nieuwe oplossingen. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. De tijd vliegt, hè? Ja, die tijd vliegt. De molen. En er wordt nog gevraagd door Dieter of die pot met goud aan hem gegeven kan worden. Want jij mag hem toch niet opmaken van je pa. Ik doe wel eens. Hij mag sowieso voor een biertje komen. Altijd gelijk. Ja. Wij kletsen hier nog even lekker verder over opvolging en regenbogen en al dat soort zaken. Thuis, hartelijk dank voor het kijken. De volgende editie is op 15 september. En dan zit hier geitenhoudster Lia Smit uit Ens. En deze uitzending is nog terug te kijken voor jullie familie, maar ook voor jullie thuis. Dus vertel het rond. Deze uitzending is nog een hele periode terug te zien. Dit was ondernemers vanuit eigen zeebodem, vanuit het Food Forum. En de partner van deze uitzending is Agrifood Capital. Ook heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning hierin. Gert-Jan, Gerard. Andersom. Gerard, Gert-Jan, heel veel geluk. Dank voor jullie komst vanavond. Helemaal goed.